President Desiree Bouterse heeft in een telefonisch onderhoud de CARICOM-autoriteiten geïnformeerd over het verloop van de verkiezingen die op 25 mei zijn gehouden. Het gesprek is gevoerd met secretaris-generaal van de CARICOM, Erwin Larok, en Mia Motley, voorzitter van de CARICOM. Daarbij heeft de president aangegeven dat de verkiezingen vlot en transparant zijn verlopen. Ook is hij kort ingegaan op de diverse processen die volgen na het bindend verklaren van de verkiezingsresultaten. Beide CARICOM hoogwaardigheidsbekleders hebben benadrukt dat het van belang is dat de landen in de regio elkaar blijven ondersteunen in hun democratische processen. De president heeft gevraagd dat de CARICOM-waarnemers langer in Suriname blijven ter waarborging van de integriteit en objectiviteit van het verkiezingsproces. Bij die gelegenheid heeft het staatshoofd dank en waardering uitgesproken namens de regering en het volk van Suriname voor het besluit om een electorale waarnemersmissie te midden van de COVID-19-crisis af te vaardigen.